Het evenement is een initiatief van Kees-Jan van der Klooster. Hij heeft zelf 2 keer meegedaan met de Paralympische Winterspelen en weet als geen ander hoe belangrijk het is je rolstoel goed te kunnen gebruiken. Ik zit zelf 15 jaar als gevolg van een dwarslesie in een rolstoel. Ik heb geleerd dat die rolstoel mijn beste maatje moet zijn. En het is misschien niet leuk dat je in een rolstoel komt, maar je kan er een heleboel leuke dingen mee doen. En deze dag staat in het teken van het plezier van rolstoelrijden. Wat heb je allemaal geleerd vandaag? Willy, drempels af en hele hoge drempels. Leren durven om toch van de stoep af te gaan. Want je bent op een gegeven moment wel bang om achterover te vallen. Alleen dan moet je toch, ja, op een gegeven moment dan leer je het. En hoe vaker je het doet, hoe zelfverzekerder je er wordt, hoe leuker je het gaat vinden. Als je er niet zoveel mee kan, dan is het heel lastig om er mee te leven, zeg maar. Als je net bijvoorbeeld een paar maanden in de rolstoel zit en dan moet je nog allemaal dingen leren. En dat is soms voor kinderen lastig. Dat kan ik nog niet, dat kan een andere jongen. Maar ik ging net als ik erop ging, toen naar voren. En dat kon je wel al? Ja. Iedere les die we geven zie je kinderen weer stappen maken en trotser met de borst vooruit in die stoel zitten. En dat is waar ik het voor doe.